Sinds eind 2018 krijgt de N200 een flinke opknapbeurt. De aanleg van de nieuwe drinkwaterleidingen op de kruising van de N200 en de Kimpoweg lag sinds begin dit jaar stil. Maar deze week kon het werk weer worden opgepakt. Wat merkt u van de werkzaamheden hier? Dat ik hier niet over kon steken, want ik loop wel eens langs het kanaal. Maar ik kan niet over die verhoging heen. Had u er last van? Ik moet een stukje omlopen, ja. Ja, ik heb rijles, dus we gaan hier vaak de snelweg op omdat hier het CBR zit. Ik maak er vaak gebruik van. Het is wel een goede oefening, maar aan de andere kant zouden ze wel iets beter mogen aangeven op de grond. We zijn in oktober begonnen met de aanleg van de drinkwatertransportleidingen. En begin dit jaar zijn we tegen een poer van een spoorwegviaduct aangelopen. Die zat in de weg. Daarvoor moest het ontwerp aangepast worden en de vergunningen gewijzigd. Nu zijn we weer gestart met het vervolg van de aanleg van de drinkwaterleidingen. En die sluiten we aan in juli vlakbij de Admiraal de Ruiterweg. Wanneer de drinkwatertransportleidingen zijn aangesloten, dan gaan we verder met de herinrichting van de weg in Halfweg en in Amsterdam. We hogen de dijk op, we maken nieuwe bruggen in Halfweg. Een ecopassage vlakbij de Oostdorpenweg. En extra fiets- en voetgangersbruggen om de Sloterdijk beter te verbinden met Nieuw-West. Komen jullie nog bijzondere dingen tegen tijdens de werkzaamheden? Ja, we komen zeker bijzondere dingen tegen. In het vorige tracédeel van de waterleiding zijn mijn collega's een aantal oude bunkers tegengekomen, waarvan we wisten dat ze er zaten. Ook nog een oude molen zijn we ook nog tegengekomen. Dus dat is best mooi. Vlak langs de N200 op de Haarlemmerweg is amateurvoetbalvereniging AFC DWS gevestigd. DWS is een voormalige profclub die haar thuiswedstrijden nu speelt op Sportpark Spieringhoorn. De club werd in oktober 1907 opgericht onder de naam Hercules. 2 jaar later werd de naam veranderd in Door Wilskracht Sterk, oftewel DWS. De clubkleuren zijn blauw-zwart en hiermee bewaakt DWS nog steeds een unieke reputatie. DWS is namelijk de laatste club die landskampioen is geworden en die geen rood in haar clubkleuren heeft. De prijsvraag van deze week is: in welk seizoen werd DWS landskampioen? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. De winnaar mag zelf een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En de winnaar van vorige week is Saskia Wijwinga. Gefeliciteerd. De Kimpoweg is afgesloten van fietsen en voetgangers. Die moeten omlopen via en omfietsen via de Radarweg. En verder kan het verkeer alleen maar van de A10 West richting de Kimpoweg en van de Kimpoweg richting Haarlem. We hebben voor de fietsers een speciale app. Die kan je vinden op www.denieuwen200.nl. En daarmee stimuleren we fietsers om te gaan fietsen en te blijven fietsen. Hier is het werk 19 april klaar. En het hele werk is in het voorjaar van 2020 klaar. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer. Later!